70 5 liter flessen water, 40 potten pindakaas, 30 potten appelstroop, honing, musli en bidonnen. Zo'n 2500. Het wordt allemaal ingepakt in de vrachtwagen. Het werk van verzorger Richard Kremers, die er samen met zijn collega's tijdens de Tour voor zorgt dat de negen renners kunnen fietsen. Goh, ja, we lopen zeker met uh, vijf verzorgers, uh, vier mechaniekers, uh, Drie ploegleiders, een PR-man. Een manager. Ja, nog wat mensen die er rondomheen lopen. Ja, een behoorlijk grote groep en uh, daar moet allemaal voor uh, ja, gezorgd worden. En terwijl de ploegleiders nog een laatste vergadering beleggen, wordt er nog hard gesleuteld aan een koersfiets voor de Duitser Paul Martens. en een tijdritfiets voor de Belg Sepp Vermarken. Mechanieker Vincent Hendricks pakt ondertussen de fietsen en fietsonderdelen in. Nou, hier zitten dus smeermiddelen in, kettingen, kit. Schoenplaatjes voor de renners. Alle, alle maten, kleuren die ze willen. De ploeg neemt voor iedere renner drie koersfietsen, twee tijdritfietsen en ook nog eens twee speciale fietsen voor de kasseien etappen over het parcours van Parijs-Roubaix mee. In totaal dus bijna 65 fietsen en zo'n 110 sets wielen. Voor Vincent is het al de tiende keer dat hij de tour doet. Maar voor hem als mechanieker is het ook heel bijzonder. Ja, heel bijzonder denk ik. Het is. Ja, als je kijkt, uh, over heel de wereld wordt het uitgezonden. Dus, uh, en iedereen bij iedere ploeg denkt dat dat zo is. De Tour is toch wel de belangrijkste wedstrijd van het jaar.